Er komen nieuwe laadpalen voor elektrische auto's in de gemeente Druten en Wijchen. De gemeente neemt deel aan een plan van de provincie Gelderland. Ook Beuningen wil meer laadpalen en neemt hierover komende week een besluit. Op dit moment staan er in de gemeente Wijchen al 45 laadpalen en in Druten 13. In Wijchen moeten dat er over 4 jaar 126 zijn. Hoeveel er in Druten moeten komen te staan, is nog niet zeker.